harte welkom bij de eerste beursvloer hier in Hoevelaken. We willen vandaag 50 matches creëren. Om een succes te maken moeten we toch een aantal spelregels zien te creëren. En dat is vooral bedoeld voor de instelling. Zoek een bedrijf waarvan je denkt, die past bij mijn vraag. Die bedrijven vragen wij om te blijven tot 4:15. 4:15 precies is afgelopen. Ik denk dat we de Lions Club mogen bedanken voor het feit dat ze dit initiatief op deze manier hebben genomen. En ik hoop dat wat er vanmiddag gebeurt, wat afwijkt van wat er vandaag op de beurs is gebeurd. Want de beurs die was vrij onveranderlijk, heb ik gemerkt. Het was een verschil van 1/10% was dat. Dus daar zat heel weinig beweging zat daarin. Waarom loopt u met al die vlaggetjes rond? Ik ben van AC Nijkerk en dat is een activiteitscentrum voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. En mensen met een lichamelijke beperking. Is het verstaanbaar? Ja. En wij zijn eigenlijk op zoek naar wat kleine arbeidsmatige werkzaamheden. En leuke contacten die ook voor andere gelegenheden eventueel gebruikt kunnen worden. U riep opgetogen, we hebben een match. We hebben een match. We hadden al heel snel een match. Ja. Vertel. Nou, deze meneer weet alles van PR en heeft een heleboel moderne ideeën hoe je de moderne social media kan gebruiken. En dat kunnen wij als Volksuniversiteit goed gebruiken. Ja, want heb je al enig idee wat u ze gaat adviseren? Dat is natuurlijk lastig wat ik ze ga adviseren. Ik heb in ieder geval al gekeken van kunnen we zeg maar, naast traditionele media zeg maar, ook sociale media en andere vormen van digitale media aanzetten. Dus het begint met een advies. En daarna gaan we kijken hoe we dat gezamenlijk kunnen gaan invullen. Eventueel zeg maar, met mensen uit ons netwerk. Hoe snel had u meneer Tjabba graag gevonden? Hoe we elkaar hebben gevonden? Ja, eigenlijk uit het overzichtje eigenlijk. Ja, en wat wij dus aanbieden is, wij hebben prachtige lokalen. We hebben een kooklokaal, we hebben een schilderlokaal, we hebben ook normale lokalen. Dus wellicht wil deze meneer daar graag gebruik van maken met zijn cliënten. Wat heeft u nou gematcht? We hebben een match gemaakt om te kijken of er binnen het bedrijf vrijwillige brandweermannen opgeleid kunnen worden. Voor het hele korps Nijkerk hebben we wel ruim 15 vacatures, dus er zijn mogelijkheden genoeg. Met 15 vacatures wordt er geen broodje meer gebakken? Nee, dan wordt er geen brood meer gebakken. Die kunnen we waarschijnlijk niet invullen, maar we gaan wel ons stinkende best doen. Het is inmiddels heel druk bij de notaristafel. De notaris heeft het druk en ik ga zo eens even vragen hoeveel matches er al gemaakt zijn. Maar het is er bijna dringen, zou ik zeggen. 16, 17, al boven de 20. Wie jij werd gezocht? Er was weer iemand die met jou wilde matchen. Oh. Aangenaam. Ja. Ik ben van Sigma. Ik weet wie Sigma is. Ja, u bent bekend met Sigma. Ja, we hebben ook de senioren, ja, hoe noem je dat, computer. Ja, het is SVOH. Stichting Welzijn Oude Hoevelaken. Ja. En ik zag, jullie hebben hier twee arbo-verantwoorde stoelen nodig. Ja. Nou, we hebben ze alleen op kantoor staan, maar ik weet wel manieren om aan een paar stoelen te komen. Nou, dat zou fantastisch zijn. En die kan ik als stoel zien. Nou, is geweldig. Dan gaan we met formulieren invullen, of niet? Gaan we gewoon kijken. Ja, dan gaan we even formulieren invullen. Maar kijk, wij hebben ook een... 2, 1, yes! En dat was hem. Geweldig.